Anne van der Breggen, titelverdediger. En je raadt je titel kwijt aan Chantal Blaak. Hoe blij ben je daarmee? Heel blij. Ja, dit voelt natuurlijk net goed als winnen. En dat was het doel vandaag. En de kopgroep ontstond eigenlijk al best wel snel. Wat eerder dan we eigenlijk verwacht hadden. Maar ja, met Chantal erbij van ons. Dus voor ons een hele goede situatie. En je merkt ook wel direct dat er toch wel goede renners in die kopgroep zaten. En ook wel vrijwel van elk team. En er was weinig wat er vanuit peloton ook zoiets had van dit is niet een goede kopgroep. Dus ja, rustige dag voor mij in het peloton dit keer. En dat is prima als het op deze manier wordt afgemaakt natuurlijk. Ja, jullie waren eigenlijk dus direct klaar? Nou, niet direct. Kijk, je moet er natuurlijk sowieso voorin zitten mocht er wat over gaan springen. En op een gegeven moment was het geloof ik 1.30 of in die buurt. Dus wij zaten wel klaar om eventueel ontsnappingen te volgen. Maar ja, dat was het ook wel. Je bent gevallen vandaag. Hoe is het met je in aanloop naar de komende twee koersen? Ja, goed. Ik voel nu niks. Ik denk dat mijn fiets er erger aan toe is als ik zelf. Dus, Dankjewel.